Kijken. En dan links meteen. Morgen. Dat is de jongen die had gek. Iedereen wil even. Wij zijn de Vincentiusvereniging. En de Vincentiusvereniging is een club die dit jaar 175 jaar bestaat in Tilburg. En die club die ging zich inzetten voor mensen die in armoede leven. Een van de dingen die we elk jaar doen, dat is een kerstpakkettenactie. Dat is wat we nu vandaag doen. Wij kopen gewoon allemaal losse spullen in. Gaan zelf de kerstpakketten maken en brengen ook zelf de kerstpakketten bij adressen die wij hebben gekregen van onze kennissen, van organisaties in Tilburg, van individuele mensen in Tilburg, waarvan we weten dat ze dit hard nodig hebben. En zo mooi dat jullie dus ook vandaag meekomen helpen om die pakketten samen te stellen. En ik begrijp later deze week ook op een adres of een paar adressen die pakketten daadwerkelijk te bezorgen. 27 artikelen. Ja. 27? Ja. Wij passen ons aan, tent organiseren. Kijk, als jullie nou een zware wedstrijd achter de rug hadden, dan mocht het wel dan meer. Nee, was... Zit alles erin? Ja. Ja, zeker weten. Ja. Oké. Okay. Dat heeft hij niet. 27 was hem al. Ja, dat was het wel oké. Ja, 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 ja. Bij Nick. Het laden gaat sneller dan het pakken. Ja. Kijk eens hoe mooi georganiseerd is hier. Ja, ja, wat bij Nick zit net. Ja. Meer dozen. Wat een teamwork hier heeft. Hey. Normaal hè? Goed hè? Dankjewel. We zijn er weer. Oké. Wacht, kom ik zo. Beter stapelen? Ja, dat is een beetje gelijk. Ja, wacht op. Hey, Ruud, kom terug! Hey, kom maar, hier! We helpen vandaag hier bij Vicentius in Tilburg om kerstpakketten in te pakken voor de mensen in Tilburg die het niet zo breed hebben. Dus we zijn vandaag aan het inpakken, aan het sjouwen en om de mensen hier ook, de vrijwilligers, een beetje te ontlasten. 1 op de 8 mensen in en rondom Tilburg leeft in armoede. En deze vrijwilligersgroep. Die maakt kerstpakketten voor hun en wij helpen ze vooral met het team om in te pakken en ook rond te brengen. Dus wij dragen graag ons steentje bij. Nou, ik moet zeggen, vooral Michael doet het heel goed. Je ziet het. Hij is lekker aan het sjouwen. Nee, ja, iedereen heeft zijn eigen taak. Sommigen vouwen de dozen, sommigen pakken de dozen in. Valentino is aan het sjouwen. Dat is ook belangrijk. Dus iedereen doet het goed volgens mij. Nou, de sfeer is hartstikke goed. Op de club is het goed, maar hier is het misschien nog wel beter. Nee, het is hartstikke leuk om te zien dat iedereen met plezier hier is. En de mensen zijn blij, ook dat wij er zijn. En wij zijn blij dat wij kunnen helpen. Jongens, het is pauze. Als jullie de laatste, het is pauze. Ja, dan bepaal jij niet ook wel. Jongens, het is pauze. Hey. Het is pauze. Ja, jullie ook rust houden. Hebben we dat ook? Maar je merkt dat ze helemaal nog aan het Nico van Vicentius die zei het al, dat er 1 op de 8, en dat is, daar schrokken we eigenlijk wel van als spelers, dat evengoed nog zoveel is. En ik sprak net een mevrouw hier ook, die zei ook van het is best wel, best wel veel. En vooral als je daar ook bij de mensen thuis komt, dan schrik je best wel. En wij zijn dat niet gewend en het is jammer dat het in Nederland nog steeds zo is, maar ja, met deze kleine bijdrage kunnen we daar ik denk een groot plezier mee doen. Ja, wij zijn van Vicentius en we hebben een kerstpakket voor u. Alsjeblieft. Fijne feestdagen. Tot ziens.